Zo, nog een testvluchtje, dus nummertje 3. Ik denk, ik ga toch even het veranderen. Ik heb hem nu op 1080p, 120 frames per seconde. Dus het moet lekker smooth zijn, zeker als ik zo hard vlieg. Dus dat gaan we eens even bekijken. Hè? We gaan naar die boom daar vliegen. Beetje heen en weer. Daar zijn we al geweest, daar zijn we al geweest. Dus we gaan nou die kant op. Weet je, als ik neerkom, dan moet ik ook een beetje weten in welke hoek ik sta. Anders dan zoek ik mij helemaal de tyfus. Dus we gaan gewoon die kant op. Naar de boom. Op naar de boom. Want dat is pas echt leuk. En dan wordt het echt fantastisch. Let maar eens op. Dat wordt mooi hoor. Zo. Dat wordt echt een hele mooie, mooie vlucht wordt dit. Daar gaan we dan.
Zo, dit was 1080p, 120 frames per seconde. Kijk of het een beetje smooth uitziet. Daarom heb ik al wat sneller gevlogen, Nel. Ga ik er nu nog eentje doen. Dat is de laatste accu. En dan hebben ze een setting. Het is eigenlijk bij GoPro heb je dat. Hoe heet het nou? Nou, dan krijg je een beetje breed beeld. Zo weet ik veel wat je krijgt. Maar in ieder geval op deze runcam zit ook een modus. Dat heet de XV-modus of zo. Dus die gaan we ook eens even proberen. Dus dat is het volgende filmpje.